Wat ik het zie, is dat er mensen zijn bechance en dat er mensen zijn bemalchance. Wat ik het ook zie, is dat chance feitelijk niet bestie. Chance bestie alleen als je daan wijst, als je door de vinger opzet. En dat we nou eerlijk zijn. Als het al niet per chance gebeurt, dan is al wat er opvolgt eigenlijk geen chance ermee. Maar het doet het simpele gevolg. Waar of nee. Goed, nou goed. Dat is het verhaal van Carlo. Van Carlo Canetti. Want als er iemand is die ook iets zou kunnen vertellen over chance en malchance, dan is het wel Carlo. Nou, dan is dat niet omdat er in een slachthuis werkt of zo, maar omdat er de neef is van Nicky. Van Nicky Brasseur. Want het is er deze stum feit dat het allemaal begost is. Hij is er de Nicky. Die alleen maar begonnen is met voetbal, auto's en muziek. Goed, de brave jong kost er niks aan doen. En door bij het nog heel lang geduurd, werd als een vrouw Dora, wat ook ons was. Nou, wat je ook moet weten, is dat heel de zaak zich afspeelt hier van Sint-Truin en Luik. Moet dat hij van Sint-Truin Vlaams klappen en dan van Luik Frans. Hallo. Hallo, JP. Waar is Eric? C'est pour moi. Eric. Ouais, t'as trouvé quelqu'un? Hé, dis, c'est pour demain, hein? Non, non. Si, si, moi je fais Zidane. Tu peux pas faire Zidane, t'as faire Totti, toi. Non, moi je veux pas faire Totti, je veux Ronaldo alors. Ronaldo? Ouais, Ronaldo. T'as vu ta tête? Et quoi, ma tête? Ma tête de quoi? De Ronaldo? T'as l'air de Beckham peut-être, toi? Ronaldo, toi, alors. Fou, ouais. Moi j'ai déjà choisi Beckham, toi tu peux pas faire Ronaldo, t'as pas une tête de Ronaldo. Je fais Totti. Moi je fais Ronaldo, ok? Putain, qu'est-ce qu'il fout l'autre là? Hey. Et allez, qu'est-ce que tu fais? On attend à nous. Hey, faut couper le cordon, hein? Oh, oh, viens! Écoute, je te rappelle tout à l'heure, tu me trouves un remplaçant pour demain et moi je t'appelle. Ok. Ouais, ciao, ciao, ciao. Ciao. Hey! Ah, enfin. Allez! Fichi! Hey. Pas mijn téléphone avec vous. Nou goed. Iedereen zijn eigen misère. Of dan aan deze kant is van de tolgrens, of aan de andere kant. Dat blijft misère. Shit, joh. Allem twee, hè. Pijn eruit, joh. Pijn eruit. De hele nacht zitten kekel aan geverken. Dat is allemaal. Nou, als de Wolen en de Vlamingen nog iets anders gemeen hebben dan zapen, eten, feesten, poppen, klagen, memmen en slopen, dan is het wel voetbal. En daarbij liggen ook heel een perdelbe met een voetbal, hè. Je hebt je weinig voetbal daarbij, hoor, hè, ja. Bij de Wolen en via Mergen het toernooi in Serij. Uh-huh. Ja, dat ging niet gewoon, hè. Je ziet toch wat je ziet, hè. Dat ging niet gewoon. Ja, en we horen al just maar bij elf. Nicky. Ja. Vroeg het hem, hè. Een aanvultje zal aankomen. U het nagoed. Ja, of Jenny en mij een plak wil spelen morgen. Nee, jong, nee. Hallo, jong, voor wat nee? Ja. Heel simpel, omdat Carlo gewoon geen woord Frans klapt. En doorbij kent er de Wolen, hè. En net er al jorig in een voetbaltenune mee. Carlo, na zit je een zeven, hè. Ten eerste, dus maar één taal in voetbal. Penalty is penalty, corner is corner en offside is offside. Weet dat wel. En geen materiaal. Vind je het toch ongeveer dezelfde moeite? Ja. Hm?
Nicole, god mijn nerves al. Nicole, blijft zitten, ze. Ja, maar god mijn net al. Nee, Carlo. Zeg hier mijn net al. Maar het is doos, doos de net. Hij is toch die net gehaald. De net maar, hè. Voilà, we hebben alle materiaal. Om 10 uur kunnen we ze halen. Aan de suikerfabriek van Oray. We kunnen ze halen. Meer is het, hè? Zo is dat. Meer is dat, hè, Carlo. Oui, allô, écoute, c'est moi. Oui, dit, on a trouvé quelqu'un, hein, dit. Oui, alors, Guerre, tu vas le chercher sur la chaussée de Liège, près de la raffinerie d'Oreille. D'accord, tu le reprends, il aura un sac de sport. D'accord, encore une chose, hein. C'est un flamouche. Bah oui, c'est un vlooms. Mais t'en fais pas, c'est un bon jeu. Zo gebeurde het, dat Carlo door Sonderendorf stond te wachten, op een koppel Walse voetballer, dat er van toeten of blozen kwam. En ook gelijk een brave jonker reed stond om een spel te spelen, alsof meneer Chance het zelf bedacht had. Hoi, senior. Hoi, en ik zit een zak. Mollo, tu veux nous planter dans le décor ou quoi? Mais ça va, roule discrètement, on va voir les flics aux fesses. Mais calme-toi! Ça va? T'es cool? Oui, oui. Tu es à Beckham, lui? Ouais, c'est ça, moi je suis Beckham, ça c'est Ronaldo, lui c'est Zidane. Ronaldo. Ronaldo, hein? Tu vois que t'as pas une tête à faire Ronaldo, toi? Qui n'a pas une tête à faire Ronaldo? C'est pas vrai qu'il a pas une tête à faire Ronaldo? C'est Ronaldo. Tu as zéro Ronaldo, wes? Hey. Als hij Ronaldo is, dan ben ik Maradona. Qu'est-ce qu'il a dit, lui? Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que c'est que il veut se foutre de ma gueule ou quoi? Tu peux pas être Maradona, toi, t'es Totti. Eh, okay, ça Totti. Va, calme-toi. Tout va bien, tout le monde veut faire Maradona. Toi, t'es Totti, Totti. Ja, sorry, ik dacht dat ik mocht kiezen. Ben ik veel, tais-toi, t'es Totti, toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Ce plan-là, c'est quoi ça? Lui? Pourquoi il est flamand, il parle pas français? C'est un putain de flamouche. Et alors? Et alors quoi? Réfléchis dans ta tête, hein? Moi non plus, je peux pas le comprendre alors. Pourquoi personne m'a rien dit? Dis quoi? Dis quoi, mais. T'as les fils qui se touchent ou quoi? Ils parlent pas français, ça flamouche! On t'a dit. Personne m'a rien dit. Si, on t'a dit! Demande à Patricio ici! Oui, moi on me l'a dit, moi je le savais, moi. Ouais, ça va, allez, laisse tomber. De toute façon, je m'en fous. En daar zat Carlo dan, tussen de drie grote malenmannen. Gewoon derde provinciaal. Maar van Weterwol om een of andere kengerachtige reden tot hij moest zijn. Ça va, excuse-nous, on est un peu nerveux, mais ça va aller, tu sais. Bienvenue au club. Ça va, t'as pris ton sac? Oui, il s'en court. Tu vois que c'était un cool, hé! Hey, c'était un vrai pro, lui! Hé, hey, laisse tomber! Avance, putain, tu roules au directeur panne! Non, c'est pas moi, c'est l'autre là, qui roule comme un forain! Mais dépasse-le! Ouais, dépasse-le! Carlo kon snel anders dan lopen gaan. En de andere draaide om een of andere reden in de pui worden overvallen. Omdat een oudskende koppel tienduizenden te scheuren worden. Hij kostte dan weer niet anders dan om achterna te gaan. En te proberen Carlo tot die Canetti weer bij zijn bos te pakken. Oeh, hé, oeh, hij heeft een zwart. 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 Hij heeft
Gilling zocht natuurlijk af moet dat hij drie Waalse voetballers zijn als hem. Oh ja, dat nagut. Eisen. Hij zijn ze. Het spel. Een doorgeslogen Stade Flamand op wandel en drie walen in een transfer naar FC Paradis. Il a oublié son sac. Putain, il a oublié son sac. Prends à droite, à droite, à droite. Il y a que des affaires de foot. Putain, regarde ça. Mais des collants rouges. Eh, mais laisse tomber, touche-moi pas avec tes collants de PD, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Allez, avance, maintenant, on va le perdre. Mais il est où? Je suis sûr que c'est un flic. T'es fou, toi, un flic avec des affaires de foot? Ai, Carlo, toch. Ik zeg er ook nog eens, Pie. Het leven zijn door mensen bij chance en mensen bij mal chance. En wij dat ik het zien, is dat chance gewoon niet bestie. Chance bestie alleen als je daar aanwijst. En laten we nou eerlijk zijn. Als door iets per chance gebeurt, dan is alles wat we opvolgt geen chance meer, maar toe het simpele gevolg. Waar of nee. Il m'a pété le nez, l'enculé! Il m'a tout sali! C'est comme il m'a sali! Les clés! Les clés! Wel, goed. De volgende morgen is iedereen meteen komen. De treinhuizenleers van de Zidane, de Ronaldo en de Beckham. En JP, je weet wel, die Brusselleer met zijn gebroken armpje. En dan nog die Stade Flamand. Dat ziek zijn van een reservegangster dat zich van auto vergist daar. En om God weet welke rijden de drie Waalse voetballers afgeschoten. Maar allemaal zijn ze de ene dag er nog meteen komen. En als ze mij na zouden vragen, wij weten het kan gewoon in een mensenleven. Dan zeg ik na, nooit zijn wijd genoeg.
Pas un problème, ça va. C'est bien creusé. Vas-y, Benny. Là, c'est un problème, hein. Donne, bouge. Casse pas le portail. Ah, moi, je creuse, là. Ça va. Là, je creuse, là. Ça va, quoi. Ah, bouge. Hein. C'est rien. Comment j'y paye tous les deux mal à pareil, ce type. C'est pas la merde. J'en sais rien, je te dis. Il y a un trou. J'avais jamais parlé de tuer quelqu'un, moi je veux pas être mêlé à ça. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il est prêt, quoi. Il faut aller te soigner, hein.